Altijd als ik met mijn schoenen ga lopen, zitten ze weer onder de stront, omdat heel Eindhoven onder de stront ligt. Nee. Ja, ik was dus gisteren zo bij PSV, CSK en toen hadden we deze mooie foto gemaakt. Kijk, Milo. Zoals jullie van mij gewend zijn, ben ik altijd te laat met shit. Ik loop altijd achter met shit, vandaar dat ik het anno december 2015 nog cool vind om oude filmpjes terug te kijken, want dat is heel cool. En om wat persoonlijkere video's te maken, want dat is ook cool, cool, cool. Vroeger waren deze patent cool. Kon je eigenlijk gewoon je haar hier niet tussendoor zien, leek je echt zo'n fucking bowlingbal voorhoofd. Hey, maar ik wil even de trapstofzuiger. Ja, ga de trap maar stofzuigen. Nee, dat staat niet op je filmpje dat je de trap stofzuigt. Joejoe. Bruh. Ondertussen dat mijn moeder aan het stofzuigen was, heb ik een tekening zelf gemaakt. Van ons vier bij PSV, CSK, als jij weet te raden wie het zijn. Dan heb je echt geen leven. Kut. Kinderen, misbaksels dat jullie zijn. Je wist gelijk al om wie het ging. Oké, als je op YouTube ziet en je typt OSM scorebord, krijg je 15-1 OSM scorebord, OSM scorebord. Shit. Oh, nee, shit. Ja, zo was de suggestie. Daar staat hij. Hier was het begin van mijn spectaculaire YouTube-carrière. 19 juli 2009. Ik had in de zomervakantie dus daadwerkelijk niks beters te doen dan dat fucking dit. Het geluid is echt flawless. Dislike. En ik ga door en ik score uiteindelijk 9 keer met Bojan Kirkic. En dat is super knap, want Bojan is fucking slecht. Al 8 keer bekeken in 2 dagen. Een record. Niet dus. Even de vermelding. Niet dus. What the fuck was ik een idioot, jongen. Ik was hier al wel 14 jaar. What the fuck maakte ik dit toen ik 14 was? Nou, dit was echt een geweldig kanaal, dames en heren. Hier is echt het succes begonnen. Wat is dit? Een FIFA 11 goaltje. Zelf gemaakt. Wat is dit? Oh! Ja, 25 december 2010 was ik al, het talent zat er al in, hè. Fuck, ik had dus zo'n goalmontage of zo, maar die staat niet meer op YouTube. Geen idee waar die gebleven is, maar die was wel ziek slecht, jongen. Net zo slecht als deze fucking tekening. Ik ga deze tekening trouwens weggeven aan een van jullie. Ik denk dat jullie er heel blij mee zijn. Maar dan wil ik wel minimaal 210 likes, want anders doe ik het. En dan is het de moeite niet waard, dan kan ik de postzegels niet eens betalen. Nou ja, erg serieus was het tot dusver niet echt. Alhoewel, toen kwam het alle debielste wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Toen kwam het begin van Kanaal Aad. Ja. Het moeilijke hiervan is dat ik niet de andere mensen die hier ook in zitten wil beschadigen met deze oude beelden en alleen mezelf. Maar en dan. Ja, wat? 2011 in de zomer maakte me dit. Geen idee waarom ik dit fucking deed, man. Dit heb ik laatst ook al een keer laten zien. Wat de fuck is dit? Ik moet hiervan huilen. Even serieus. Wat is dit, jongen? Hier zitten we gewoon 2 minuten te praten over inside jokes die toch niemand zou begrijpen. Maar ik heb mezelf gedisliked nu ook, zie ik al. 8. Matty, Downies, de linker mogol, sport niet man. Hé, dat is mijn eigen kanaal. Wat de fuck? Waarom zeg ik dat 4 jaar geleden over mezelf? Oké, hier zitten we dus op de fiets en kwam de eerste vlog online. Ik was zo'n idioot met zo'n ding op zijn stuur. Ik heb ook mijn fouten gemaakt. Don't judge me. En dat is Matty die aanpakt. Waarom denk ik mezelf dit aan? Over Chapsel on point gesproken. Lekkere mobiel toen, de smartphones nog niet bestonden. Echt schoudertas. Ik dacht alles verkeerd dat je verkeerd kon doen. Het spijt me. Chapsel on point. Toen had ik zo'n lekker matje in mijn nek nog, weet je wel. Oh, heerlijk. Dit is Matthias weer. Het is dus zo dat mensen mij gemiddeld ongeveer 16, 17 schatten als ze nu naar me kijken. Het is dus zo dat ik hier 16 was en echt 12 like. En voor de mensen die nu heel snel aan het rekenen zijn met hun rekenmachines. Ja, ik ben nu 20, je wist het waarschijnlijk niet. Het is echt zo. Eerlijk, ik weet niet meer waarom we dit online gooiden, waarom we dit deden. Maar verveling slaat toe als je een kutpuber bent. Misbaksels dat ik hier was. Dit is het, dit bedoel ik als die stem zegt. Kutkinderen, misbaksels dat jullie zijn. Dan bedoel ik echt dit soort kinderen. Dat Chapsel trouwens. Laten we snel doorgaan. Oh my god. Plezier met Quibus. Het is dat ik Rico zijn leven niet kapot wil maken, maar dit is echt... Je ziet een... Rico, ik ga het niet laten zien. Ik kan je dit niet aandoen. Rico, ik hou van je. Doei, love you. Oké. Dit is zo'n mooie herinnering aan toen, weet je wel. Ik heb dat weer echt zo'n kutpuber was die uit school kwam en dan dacht van... What the fuck ga ik nu mijn tijd weer aan verpesten deze hele middag? Robbie en ik zijn echt fucking lekker, hé. Volg me op Instagram, je mattie. Wee. Erik, ik weet niet of ik deze op Instagram moet... Nee, ik ga die niet op Instagram zetten. Oké, hier is vlog 2. Die editing, hè. Let's go, hier. Vlog 2! Hebben we wat te vertellen, jongens? Wat naam? Matty zit bij zijn lul. Hier kwam die screenshot vandaan.
Oh, zijn iPad. Flawless editing. Echt briljant, dames en heren. Ik weet niet eens wie dit geëdit heeft. Dit was nog wel ons beste filmpje ooit, moet ik eerlijk zijn. Dit. Oh, dit was ik echt goed in. Het mooie is dat dit gefilmd was met een iPod. We hielden hem zo in plaats van zo, want we gaven geen fuck. En ik heb tijdens het terugkijken ook echt helemaal niks door, want het was gewoon zo kut. Overigens, dit staat gelukkig allemaal op verborgen volgens mij. Ja, kanaal V5, what the fuck. Dit heet de kanaal Kaas. Het heet de kanaal Aat. Ik snap er niks meer van. Hier kanaal... Dislike erbij. Ja. Maar dit was dus in 2011. Het rare is dat ik hierin een vriendin heb gekregen. Uiteindelijk voor 4 jaar lang. Dus hoe de fuck kun je op dit kutkind zijn gevallen? Het is echt niet te geloven. Smakeloos. Maar laten we doorgaan. En een jaar later was daar de geboorte van... Mwah, FIFA Los Sofie. Het was echt mijn eerste gamekanaal uiteindelijk. 8 november 2012 lid geworden. Oké, mijn allereerste video staat daadwerkelijk online. Die was op 19 november 2012. Eerste commentary. Er zitten een paar fouten in. Het kan er nog amateuristisch uitzien. En het is nog een beetje zakelijk. Leukere commentaries gaan er zeker nog komen. Knipoogje. Oh, verder is het een lange aflevering. Daarom kan het een beetje saai zijn. Wat een kut onzin. 2000 likes. Hoe is het mogelijk, gek? Maar het gek is dat ik altijd al een beetje een clownachtig type ben geweest. En toen ik een gamekanaal ging starten, ging ik zo apathisch doen als dit. Yo gasten, welkom bij de eerste commentaartje van mij op FIFA Philosophy. Zo ertussendoor. Oh, heerlijk. Die speler, hij is ook 1,86 of zo, zeg ik. Nou ja, is redelijk lang nog. Hij kan ook koppen. Ja, 350 coins voor een speler. Geen emotie, geen stemverheffing, geen passie, gewoon kut. Maar ik win wel 3-1 met 3 keer Jackson Martinez toen hij nog een 76 speler was, hè. Nu is hij 84, 3 jaar later. En ja, het duurde ook lang voordat ik inzag dat je met zulke soort kutvideo's gewoon nergens komt. Want volgens mij had ik in een jaar 1000 abonnees of zo. Dat was toen op zich nog best oké, maar nu zou dat helemaal nergens op slaan. Kijk, dit was nog wel leuk hoor, dit. Oké, here we go. Freestyle Friday number 9. Now before you jump the gun on anything, this is supposed to be like a house party type song like 2004, so sing along. Kelvin, zieke shit, jongen. 2012, deze goal was trouwens echt ziek. Zo trots als ik hierop, let op. Bam! Oh, mooi, mooi, mooi. Van cheesy montages naar comedy. GG, Matty. Het leuke is dat dit allemaal nog wel online staat, maar dit heb echt geen kut aan views. Ik ben benieuwd wat ik op verborgen heb staan, wat jullie niet meer kunnen zien. Mooi schotje. Oh, deze hebben jullie nog nooit gezien, hè? Oh! Nee. Oké, dan niet. Oh my god, wat is dit? Oh, kut. Ja, de graaf. Kut. Waarom heb ik dit op mijn kanaal staan? Oké, dit is een goaltje van... Holy shit! Oké, wat hebben we hier? Eens eventjes kijken. What the fuck? Oh my god. Deze video is goedgekeurd. Door dit is mijn eerste goedgekeurd video. Hier was de shit, jongen. En kijk wat ik ga doen. Yo gasten van Dagelijkse D, welkom bij deze nieuwe video. Ik ben Matthias van het kanaal FIFA Philosophy en ik ga vandaag FIFA 13 spelen. Ik ga proberen de Gouden Cup te winnen. De Gouden Cup is de cup, de beker, het toernooi waar eigenlijk de beste tegenstander krijgt. En nog steeds geen emotie. Milan, waarom heb je dit goedgekeurd, jongen? Deze is daadwerkelijk online gekomen, inderdaad, zoals je ziet. Hier is die, hoor. Ja, ik ben benieuwd waar het leuke erin is gekomen. Op welk punt in mijn carrière. Volgens mij was dat rond dat ik op DAD kwam, dat het iets begon te veranderen. Oké, ik denk dat ik het allereerste begin van Ronnie gevonden heb. 6 december 2013. Dit was volgens mij het debuut van Ronnie in de... What the fuck, dat is 2 jaar geleden. En Ronnie is al 2 jaar deel van mijn leven nu. Ronjan is echt een dikzak, jongen. Oh, vind je dat nou? Fuck you, Mattie. Jij zit wissel de komende wedstrijd. Ah nee, meen je deze serieus? Oh, nu word ik echt fucking boos. Godverdamme. En ik denk ook niet dat het slim is om mij eruit te zetten. Want jawel, we verliezen weer met 1-0. Ik vind het echt ongemakkelijk om naar te kijken. Ik snap er gewoon helemaal niks van wat ik hier allemaal doe. Oh ja, even tussendoor. Ik probeerde toen een tweede kanaal te maken. En dat was in juli 2013. En toen kreeg je dingen als dit. Sloop deze stalen stijger. Zoek de verbinding. Zoek de verbinding. Gewoon, je probeert het leuk te doen, maar je hebt geen emotie. Hoe kun je leuk zijn zonder emotie? Yo, gasten, welkom bij deze nieuwe video. Zoals je ziet is het... Ja, kut microfoon. Zombies challenge. Dit is gewoon helemaal niks. Wist je dat ik ook ooit een zombies kanaal had gemaakt? Zo, wat? Chapsel een point. Deze banner is ziek. Wanneer heb ik dit kanaal ooit gehad, jongen? Dit heb ik gemaakt op 1 december 2015. Heb ik een zombie kanaal zonder video's waar binnenkort heel snel video's op komen? Check het snel. Het heet Matty en het link staat in de beschrijving. Wow. Kijk, hier begon ik dus te proberen om leuk te doen in plaats van een apaat te zijn. Yo, gasten. Welkom bij de eerste commentaartje van mij op FIFA Philosophy. En toen kocht ik ook een fatsoenlijke microfoon. En in het begin van 2014 begon de shit eindelijk te lopen. Toen gooi ik mijn apathie over
Doe weg. Yo gasten, welkom bij de eerste commentaartje van mij op FIFA Losse. Wacht. Matta was 87 in FIFA 14? What the fuck? Toen was hij een goede Spaanse voetballer. Ronnie zag het al gebeuren. Zo, dat begint al lekker, hè? In ieder geval, ik ben Matty van FIFA Losse en ik ga verder met FIFA Friday. Je hoort dat ik al iets van enthousiasme in mijn stem breng, maar volgens mij wordt het op een keer echt zo... Kijk dit. Seizoen. Wat is dit nou voor editing, alsjeblieft zeg. Maar we gaan weer gelijk door naar de volgende wedstrijd. En die is tegen dit zieke team. Dat kan ik sowieso wel zeggen zo. Maar ik ben... Die zeggen dit zieke team, oké. Waarom denk ik zo kut? Begin 2014, later ging dat volgens mij iets anders. En werd het soort natuurlijke enthousiasme. Zoals een beetje nu. Hondenvoer. Oh my god, de laatste video van 2013 trouwens. Baby. Oh, dit is geen scenario kapot. Zo denken jullie wel, maar dit is een... Jongens, mijn snaken kapot. Waarom heb ik een Feyenoord logo met me? Mijn hele kamer is compleet anders. Dit is een heel bureau geworden. Laat me zeggen waar het bed helemaal staat nu. Maar ik heb geen zin om mijn kamer te laten zien. Yes! 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 Ik heb een vuurwerkje afgestoken. Yes. Eindelijk. Oh, waarom heb ik dit gemaakt? Dit is ook zo mooi. Hier had ik net een nieuwe PlayStation 4. En toen had ik een coole intro. En mensen dachten echt dat mijn PlayStation 4 kapot was toen ik dit had gedaan. Wat is dit? Die zat er best lekker in. Oké. Die zat er daadwerkelijk best lekker in. Ja, ik ben nou al jouw filmpjes gaan kijken. Ah, ik zweer, moet ik een foto van maken, jongen, dat ik nu aan de party zit. Ik zweer het. Dat ga ik echt doen. Ik heb respect voor jou. Ik respect heb is belangrijk, hè. Aan de party, me gek. Ah, fucking ziek, jongen. Lekker. Woe! Geweldig, jongen. Dit herinner ik me echt compleet niet meer. Nou, je dag goed maken, jongen. Heb je een mooie dag gehad? Nee, niet zo, man. Maar nou maar een andere bedacht. What the fuck? Wat een beest, hé. Oké, een vlog, vakantie, Blanes. Dit was volgens mij zo kut. Ik wil even sorry zeggen, Rico, als je dit ziet. We gingen dus jouw bed, gingen we hier verneuken. Dit is Rico's bed. Met Huzaar. Lekker schoon bedje, joh. Wat is dit voor bed? Waarom... Rico is een vriend van mij, voor de mensen die niet weten. En hij was weg. Dit was in Blanes, in Spanje. En toen gingen we dit met z'n bed doen. Dat kun je gewoon echt niet maken. Gewoon echt heel kut, dit. Ja. Oh, dat is jammer. Maar ja, alles voor de views, hè. 8000 views, hè. Oh my god, eerste waarschuwing. Oh, rustiger, blijf in het appartement. Oei. Vloggen met zo'n cybershop is zo irritant. Die biceps, ongelooflijk, echt. Wat is dit nou voor kutvideo? Ik moet wel zeggen, ik krijg echt een ziek goed gevoel als ik hier naar kijk. Echt ontzettend, what? Ontzettend leuke tijden, weet je wel. Maar het was zo kut. Deze video kan ik beter mezelf van een paar jaar geleden een teringhard afkraken noemen. In plaats van reageren op oude video's. Maar dit was een beetje hoe ik vroeger was. Uiteindelijk is het door dagelijkse day pretty much gaan lopen. Toen ben ik meer, weet ik veel, toen, ja. Je moet maar eens, laat me zeggen, aflevering 1, 10, 20, 30 van FIFA Fridays. En dan zie je echt die sprongen vooruit gaan. Dat is echt elke 10 weken, weet je. Het ging op een keer hard. En nu ben ik hier en nu kraak ik mezelf van vroeger af. En waarschijnlijk over een jaar kraak ik mezelf van nu af. Van what the fuck is dit? Was dit kapsel cool? Het is er niet eens on point. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Laat een blauw duimpje achter. Rob, je bent echt ontzettend lekker. Ik hoop dat je het leuk vond. En later gasten.